aan de ETH wat onderzoek gedaan hoe je met robots een gebied kunt verkennen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een groep van vliegende robots die samen een kaart maken van wat ergens gebeurd is. Robotics is eigenlijk allerlei automatische toepassingen om mensen te ondersteunen. Ja, dus onder andere robots die kunnen helpen bij het verbeteren van de techniek van topsporters. Men probeert ook juist energie-efficiënte robots te maken die bijvoorbeeld lopen als een mens. Zoals je al ziet is het niet alleen de standaard robot die je ziet in de films. Mijn naam is Mitchell Bakker, ik ben 23 jaar. Ik heb een bachelor aan de Universiteit Twente gedaan, de Bachelor Advanced Technology. En ik studeer nu aan de ETH Zürich. Zürich is een erg mooie stad, een statige stad, maar ook erg duur. Een voorbeeld daarvan is dat een biertje is zo'n 6, 7 euro. En de boodschappen vallen ook vaak anderhalf keer zo duur uit als in Nederland. Dus dan helpt zo'n VSB-studiebeurs wel heel erg om dit mogelijk te maken. Ongeveer 2 jaar terug heb ik een studiereis georganiseerd. Toen heb ik de universiteit ook leren kennen. Wat me aantrok om in het buitenland te gaan studeren, en zeker ook aan de ETH Zürich, is de internationale karakter. In mijn master is ongeveer 50% van de studenten is uit het buitenland. En zo merk je toch ook wel dat iedereen wat eigen cultuur en eigen kennis met zich meebrengt. Als je je aanmeldt, moet je onder andere ook een motivatiebrief schrijven. En dan ga je ook wel wat dieper nadenken over wat je echt uit je studie wil gaan halen. En wat de toevoeging van jouw studie kan zijn voor de maatschappij. En een voorbeeld daarvan is een service robot in een ziekenhuis die bijvoorbeeld zal helpen om iemand uit bed te tillen. Ik denk dat je dat soort toepassingen echt wel gaat zien.